je klaar? Dat was een fucking Jan. Dat was een gestolen hoor. Heel netjes, hij viel in het linsenwad. Daarom is hij nu ook als eerste. Want dat scheelt een halve lengte van de motor. Maar Weitz denkt, ja ja, maar ik ga sneller hoor. Ik ga er voorbij. Maar het is toch mooi, Weitz op 1. En het is fucking Jan de Haan die op 2. En daarachter is het gevecht op die tweede plaats. En ik even kijken. Twitter is ja, Stefan Damhuis. Die denkt van ik wil ook wel eens keer naar die finale toe. Dus we gaan kijken. Het is nog steeds op de tweede plaats. De 31 van Fokker Jan de Haan. Maar hij zit in zijn kielzak hoor. Hij zit zowat op de bumper. Ja ja, die hebben we niet. Maar wel een bumper zit. Dus we gaan kijken. Wijzen. En het is Fokker Jan de Haan die toch op de derde plaats terechtgekomen is. Daarachter hebben we Steven Damhuis op plaats 4. Dus we gaan kijken of hij nog terug kan komen naar de derde plaats. Of de tweede plaats, zo moet ik het zeggen. We hebben nog één ronde te gaan. Op dan. En op de tweede plaats is Mark van der Haan gevolgd door Fokker Jan de Haan. Daarachter Damhuis. Daarachter is het Edi Put met de nummer 40 en als laatste bij de 28 van Haaien Dijkstra. De finishslag is in handen van Henk en we gaan kijken in ieder geval naar de finale. Gaat, jazeker, de nummer 12, dan is het duidelijk en ook de nummer 32.